Goedenavond, dames en heren, en welkom op deze live streaming met Moving Points. Moving Points is een boekje, een album, met de muziek van Zao van den Bremt, mijn zoon. En in het boekje staan ook tekeningen van Toon van den Bremt, mijn vader. En samen met ons drie hebben we tijdens de eerste lockdown beslist om een aantal improvisaties, die Zao eigenlijk dagelijks maakt aan de piano, ook om te zetten in composities. En dan, bij wijze van pingpong, hebben we dan met opa Toon samen beslist om daar tekeningen bij te zetten van hem. En dus vanavond kan je die tekeningen bekijken, maar ook in het boekje met de partituren dat vanaf vandaag beschikbaar is. De muziek zelf is ook vanaf vandaag op Spotify te beluisteren. Je vais aussi dire quelques mots en français parce que Zao, il a de la famille en France et ses cousins, cousines, ils regardent aussi ce soir. Donc, le bienvenu en France. Et voilà, ce soir, je vais jouer les 8 pièces de Zao, mais je vais aussi parler un petit peu expliquer avant chaque pièce ce qui se passe. Dus het eerste stukje heeft hij geschreven toen hij 8 jaar was. En de bas van het stukje is eigenlijk constant een hele eenvoudige lijn die elke keer terugkomt. En we hebben zo een aantal frases, 4, 5 frases, maar elke keer dezelfde bas. En het stukje heeft hij ook gespeeld op zijn cello, de baslijn, samen met zijn zus Liu op viool voor de 70ste verjaardag van opa Toon. Veel plezier. Voilà, het tweede stuk is La vraie vie. Et c'est déjà un petit peu plus développé. Il avait plus 8 ans, mais déjà 10, 11. Et on trouve un certain système avec des thèmes et des strophes. Dus jullie zullen horen dat het begin een aantal keer terugkomt en dan iedere keer afgewisseld wordt met een bepaald refrein. Of met een strofe. En in die zin, ja, misschien is het wel zo in het leven zelf ook dat er dingen terugkomen en dingen weer afwisselen. Dus La vraie vie, want Zao van den Bremt. Thank you.
Nu volgt Pim en Pam. Het is een klein stukje waar hij voor de eerste keer muziek geschreven heeft in opdracht. Het is namelijk de bedoeling dat dit stukje hoort en gehoord wordt bij een kinderboek met twee kabouters, Pim en Pam. De ene is vrolijk, de andere triestig. De ene is nogal losbandig en de andere denkt veel na. En dat hoor je ook. Hier is het thema bovenaan. Van de opgewekte en dan de triestige onderaan. En daarna komen ze samen in tertsen. En op die manier wandelen de twee kabouters gezellig door het bos. Nu volgen twee stukjes die je eigenlijk zouden kunnen omschrijven als twee popsongs. The Last Days en The Black Cloak. Het eerste stukje is ook gespeeld geweest in ensemble. In de klas van Stijn Kuppens speelt Zao cello en leert hij cello. En samen met zijn collega-cellisten hebben zij een bewerking gemaakt om dit stukje te brengen voor concert, zelfs met een drum erbij, zelfs met twee zangeressen erbij en de lyrics met tekst en alles erop en eraan. Het was magnifiek om te zien, maar dus dit is de oorspronkelijke versie voor piano. En na The Last Days kan u luisteren naar The Black Cloak. En The Black Cloak is een stukje dat ook opgenomen is op de cd Moving Hands, die ik zelf ondertussen al bijna anderhalf jaar geleden, net voor die fameuze eerste lockdown, heb opgenomen. Moving Hands met muziek van Philip Glass en een aantal opdrachten van Belgische componisten. En helemaal op het einde heb ik als een soort van bis, ghost track, het stukje van Zao daar binnen gesmokkeld. En Eureka, het is zelfs op de radio geweest ondertussen. Veel plezier. Thank you.
De volgende twee werken zijn Spirit en Le Droit du Cœur. Het is duidelijk dat het maken van de CD Moving Hands, waar ik het daarnet over had, ook wel zijn gevolgen heeft gehad binnen het huis van een Brempt. En hij heeft dus bewust, onbewust, veel van die klanken van de minimalistische, repetitieve muziek in zich opgenomen. En hier duidelijk daarvan de weerslag. De twee volgende composities zijn eigenlijk opgebouwd uit heel weinig akkoorden, maar met heel veel herhaalde noten. En kan je dus echt wel bestempelen als minimalistische muziek. Donc, pour les francophones, ce sera une musique maintenant assez différente de ce qu'il a fait tout à l'heure, mais plutôt, au lieu de l'atmosphère pop et chanson, ce serait plus dans un style minimaliste répétitif. Amusez-vous. Thank you.
We zijn ondertussen al aan het einde van deze livestream. En het laatste stukje heet Midnight. Maar vooraleer dat we daaraan beginnen, wil ik graag uiteraard iedereen bedanken die hier vandaag aan heeft meegewerkt. En dat is onze technische crew, uiteraard. Maar dat is ook de Vlaamse gemeenschap, want zonder de steun van het noodfonds was dit alweer onmogelijk. Uiteraard Zao van den Bremt voor de mooie muziek. Toon, mijn vader, die ik graag eventjes toch erbij zou willen halen om een vraag te stellen. ja, de bundel is af. We hebben hem hier. En het is een heel mooi vormgegeven boekje met veel tekeningen per stuk, één tekening. Als ik het woordje tekening zeg, dan denk ik aan een papier en een potlood. Maar ik ken u een beetje. En papier en potlood, dat is niet zo meer helemaal uw stijl. Ik heb de indruk dat jij nogal graag speelt met de knopjes en de gadgets van de hedendaagse iPad-toestanden. Klopt dat? Eén sluit het ander niet uit, want ik maak vaak tekeningen en dan scan ik die in. Ik heb er ook trouwens een tekening bij van Sil, mijn vrouw, uw moeder. Namelijk deze hier. Kijk eens aan. Dat is een schilderij, heel fors zwart-wit, dat ik in de vlucht heb gefotografeerd en bewerkt met de computer en zo erop losgegaan. En dat geeft dan onverwachte effecten. Dat ongelooflijk past bij de Black Cloak. Dat is een voorbeeld, hè? De moeite, want dat is het beeld bij Le Droit du Cœur. En je kunt niet inbeelden van waar dat komt. Dat is een foto van een close-up van een wit screen, een wit scherm, blanco. Er staat niks op, maar als je daar een close foto van neemt, heel dichtbij, dan zit daar een patroon in. Als je dat dan uitvergroot en je steekt dat in een machinerie van variaties en zo, dan komt er van alles tevoorschijn. En als je daar dan op zit te tekenen en puntjes maakt en zo, en dan komt er iets ongelooflijk boeiends tevoorschijn. En dat hebben we genomen als cover van Moving Points. Want zijn dat, geef toe, dat zijn Moving Points. Ik geef dat toe. En dat betekent tegelijk dat je er dus in slaagt om uit het niets, het witte, blanco beeld, iets te toveren. Magic. Ja. Net zoals de muziek uiteraard ook magic is. Dus alles valt hier geweldig samen. Ja. Dank u om erbij te zijn, om dit allemaal te doen. En dank u, publiek. Merci, cher publiek. Magnifique. Et puis... On se revoit. On s'entend sur Spotify. Et on se voit sur YouTube et tout ça. Voilà. Salut. Ciao.